Oké, dus heel snel een video met een overzicht van hoe dat we met de camper op reis geweest zijn nu al. Beter, de lichte vracht is nog geen camper. Wat dat we nu al voorzien hebben. Wat wel gewerkt heeft. Wat niet gewerkt heeft. Alles is tijdelijk. En wat dat we op termijn nog zouden willen voorzien. Wat dat we heel snel gaan veranderen. Nog voor de volgende reis. En wat dat we op de lange termijn gaan veranderen. Eigenlijk qua verluchting hebben we hier via eBay van die spoilertjes voorzien. En daarmee kun je je raam naar beneden laten. Als je s'nachts slaapt, dus heb je daar lucht die binnenkomt. En je hebt eigenlijk achteraan. Binnen in de laadruimte heb je hier roosters die achter die bumper uitkomen. Waardoor dat er altijd lucht naar buiten kan. Dan binnen hebben we dus alles geïsoleerd. Dat heb ik in andere video's al laten zien. Dat is die isolatie. We hebben geen probleem gehad met de warmte. Dat is een reflecterend materiaal en dat heeft zich eigenlijk goed gedaan. We hebben tot 30 graden gehad en oké, de kabinet is overdag wel altijd verlucht. Allee, de deuren staan echt open als we op de camping zijn. Maar bij slapen hebben we nooit geen probleem gehad. Ik heb nog voor de voorruit heb ik een overschot van reflecterend materiaal, dit hier. Dat eigenlijk over de voorruit gespannen wordt en dan daar tussen de deur geklemd zit. En daar ook. Verder hebben we qua slaapgelegenheid heb ik dus die twee matrassen die daar zit, met daarop een topper. En dat zijn lattenbodems van IKEA, die heb ik ook al besproken, denk ik. En dan hebben we daar hier een volledig blok, 80 hoog, 80 breed en 2 meter lang. Dat is de lengte van het bed. We slapen in de lengte. En daar nog een smaller blok, ik dacht 60 breed of zo. En hier een doorgang. Nu, die doorgang is geblokkeerd nu door dat bed en die matras, maar die kun je eigenlijk op elkaar plaatsen, waardoor hij terug die doorgang creëert. En dan was de gedachte, hier is een meubelblad opgeplaatst, dat we dit als werkblad konden gebruiken. Daarom dat hier ook nog niets extra's op gemonteerd is op dit moment. Nu bleek wel, we hebben dat één keer gedaan, de eerste avond hebben we daarop gekookt, maar daarna niet meer, omdat we gewoon geen zin hadden om dat bed af te breken, om die bedden, die matrassen op elkaar te leggen. Nu, dus dat betekent dat een van de eerstvolgende aanpassingen, maar dat zal ik straks bespreken, een vaste keuken zal zijn. De berging is eigenlijk allemaal gebouwd rond, we hebben dat keukenblad waar dat we dan in het midden een legplank nog voorzien. Dus dan hebben we de curverboxen, dat is gewoon een bassin. Maar we hebben ook curverboxen en vanachterstattering, ik zal die straks laten zien. En dat konden we allemaal hier plaatsen en daar plaatsen. En ook aan die kant hebben we daar vanachter ook weer plaats voor curverboxen. En hier van voor, dit is eigenlijk de hondenbench. Dus we hebben twee honden die mee op reis gaan. En die honden zitten daarin als we rijden. En s'nachts ook, dat is een deurtje, heel eenvoudig. Ze hebben daar kussens, ze hebben meer dan ruimte genoeg. Ook voor de honden is het eigenlijk te hoog, maar ik zeg het, we gaan die hoogte van dat werkblad voorzien. Dat is het kinderbedje, dat kunnen we hier dan plaatsen als we dat uitstellen. Dat is hier volledig, die ruimte neemt dat in. En dan hebben we gordijnen voorzien, dat zijn verduisterende gordijnen. Waarmee dan het bed kunnen afsluiten. Dit stuk kunnen afsluiten en dan voor dat bedje, dat zijn van die eenvoudige plastic rails. Voor dat bedje kunnen we dan ook een gordijn plaatsen, zodat dat bedje zich volledig verduistert. Het is belangrijk voor de jongste om te slapen. Voor ons, dus wij konden ook verduisteren gedeeltelijk, namelijk dit konden we dichtmaken, dus met dat gordijn en dat gordijn. En achteraan kun je wel niet binnenkijken, omdat verduisterde raam zijn natuurlijk lichtbrand. Maar we hadden nog altijd wel niet de mogelijkheid om te verduisteren. Dus daar zouden we eigenlijk nog daar en daar gordijntjes nog voorzien als een van de aanpassingen. Of ik heb nog een ander idee en dacht, dat zal ik straks even toelichten. Verder qua verlichting is er dat als standaard verlichting, dat ding dat daar eigenlijk gemonteerd is. Er zit ook nog zo een hier, maar die zit achter de isolatie. Die gebruiken we eigenlijk niet, die staat ook volledig uit op dit moment. In de plaats daarvan hebben we dit gebruikt, dat zijn LED-lampen van IKEA. Nee, niet van IKEA, van Action. Met magneten, twee magneten op de achterkant. Dus die kunnen we kleven op alles wat nog van metaal nog bloot ligt. Hier hangt ene. En daar van achter hangt ook ene. En dat was eigenlijk voldoende voor ons. Als het donker is, slapen wij toch, dus heel veel hebben we die niet gebruikt. Ik zal even de laadruimte langs achter laten zien ook. Of beter de berging. Dat is die vinyl. Gewoon om proper te kunnen houden en een matje.
En hier zie je dus onze bergruimte. Dat zijn die rekken, dat zijn die coverboxen dat je ziet, zo hadden we er een aantal aan eigenlijk te veel hoor. Dat was ons water, dus gewoon een jerrycan met een dop op met een kraantje aan. Elektriciteit voor als op de camping staan. Met een, eigenlijk, we hebben nog geen leefbatterij, dus dat was gewoon met een verdeeldoos om dan onze telefoons op te laden en dergelijke meer. Als koelkast hebben we dit. Een frigobox die je kan aansluiten op de 12 volt. Veel staat daar niet voor. Maar een van de aanpassingen is wel daarmee gerelateerd, namelijk dat we kunnen via een leefbatterij ook de koelbox ook altijd laten draaien. Dan van die ruimte hebben we wel, heb ik gemerkt dat we gebruik gemaakt hebben om grotere dingen te stockeren, zoals dat kampeertafeltje. Die stoelen stonden ook allemaal hier. En dat is het denk ik. Dan, dus qua aanpassingen heb ik al een aantal dingen opgesomd. Er zijn twee soorten van aanpassingen. Er zijn aanpassingen die ik zo snel mogelijk zal doen. Dus eigenlijk echt om voor onze volgende reis al klaar te zijn. En dat zijn die verduisteringen voor die ramen. Binnenin. En we gaan denk ik geen gordijntjes plaatsen, maar dat reflecterend materiaal dat ik voor de vooruit plaats met magneetjes uitsnijden, dat we dat hierop kunnen bevestigen. Dan kunnen we dat gemakkelijk laten zitten. Of ik neem het eens wat een klein beetje aan de weg zit hooguit. Zijn die warmte-element dingen. Verder ga ik, heb ik gemerkt dat eigenlijk die blokken nog 12 centimeter achteruit kunnen. Dus je ziet hier, als je de deur sluit, komt die tot hier ongeveer. Terwijl dat mijn meubilair hier stopt, dus dat kan zeker nog 12 centimeter achteruit. Het enige wat ik moet doen is daar hoek uit sparen. Dus het kan zijn dat ik dit bed een klein beetje meer naar binnen moet plaatsen. Maar dat voorziet ook ruimte dan voor hier naar boven toe kastjes te voorzien. Dus we hadden voldoende ruimte in de berging, maar het was wel lastig om... Ik denk dat er hier in totaal 3 boxen staan. Als je de achterste... Oh ja, dus 6 eigenlijk. 2 rijen van 3. Als je de achterste nodig hebt, moest je de voorste er eigenlijk uitnemen om eraan te kunnen. En alternatief is dus elders ruimte, bergruimte voorzien. Dus hier zo'n kastje in de hoogte komen. Die gewoon hierop steunen. Hetzelfde idee aan deze kant. Ook kastjes in de hoogte. En dan heb je hier nog ook een beetje plaats om dingen te stockeren, waar je snel aan moet kunnen. En aangezien dat we daar toch niet meer gaan koken, kan dat niet veel kwaad. Hier zie je die ruimte die overgebleven is. Het kan zijn, we hebben gezien dat de honden meer dan genoeg ruimte hebben, ook in de bench. Het kan zijn dat we dit allemaal een beetje verlagen, dat we gemakkelijker op het bed geraken. Nu is dat eigenlijk net te hoog het gaat, omdat we trapjes voorzien hebben. En dat zijn hier die trapjes. Daardoor raken we erop. Maar we zouden eigenlijk gemakkelijk het bedgedeelte kunnen verlagen. En een andere belangrijke aanpassing is dat er hier een vast keukenblokje komt. En daaronder zal ook plaats zijn voor een gasfles in de toekomst. Ik denk dat de leefbatterij eerder van achter zal zitten. Waar de frigobox op kan komen en misschien ook een koelkast daar. Maar ik zou ook wel plaats voorzien hier voor een chemisch toilet. Dat hebben we ook wel gemist, dus dat komt er ook wel. Op de lange termijn zijn er ook een aantal aanpassingen die eraan komen, dus er zou moeten omgekeurd worden. Het zou allemaal een vaste indeling moeten worden, dus nu zal alles nog los en is alles voorlopig en totaal niet afgewerkt. Als we gaan omkeuren, moeten we zien dat alles vast staat. En dan wil ik nog een bank achteraan. En dan moet ik nog bekijken hoe dat kan. Op een wettelijke manier. De 2-pits kookplaat denk ik komt er dan, een gasfles komt er dan. Een luifel komt er ook, dus gewoon hier een luifel. Zodat de schuif er ook open kan blijven als het regent en we wat meer schaduw hebben om bij te zitten. Er komt een aansluiting voor het stopcontact langs buiten, dat als het dicht is dat we dan nog kunnen op de camping aangesloten zijn op de elektriciteit. Er komt waarschijnlijk ook wel een koelkast echt, die kan geschakeld worden tussen 12 volt en 230 volt en eventueel gas. En dan denk ik dat ik de voornaamste aanpassingen wel opgesomd heb. Dat was het.